Straks meer daarover en wat we kunnen gaan verwachten van VI. Eerst naar Lisette, de zorgen om corona, die nemen weer toe. Ja, er komen toch hier en daar wel weer wat berichten over corona naar buiten. We vergeten bijna dat het er ooit was, maar er is toch best wel weer wat aan de hand. In Noord-Korea bijvoorbeeld, daar moet het leger gaan helpen met de distributie van medicijnen. Noord-Korea kampt met een explosieve corona-uitbraak. Gisteren werden 300.000 coronagevallen vastgesteld. En dat terwijl het land donderdag pas voor het eerst officieel een besmetting met het coronavirus meldde. Bij nog eens bijna 393.000 inwoners van Noord-Korea zijn koortssymptomen vastgesteld. Dat is dus aan die kant van de wereld aan de hand. En ondertussen, hier aan onze kant, zullen de nieuwe Omicron-varianten van corona, BA4 en BA5, de komende weken en maanden mogelijk leiden tot een zogenaamde zomergolf met verhoogde ziekenhuis- en IC-opnames. En dat voorspelt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Dat is dus niet de minste. We praten er even over met Ab Osterhaus. Hij is viroloog. Goedemorgen, meneer Osterhaus. Goedemorgen. Is het zorgwekkend, die berichten die nu toch langzaam weer omhoog komen? Nou, het is in ieder geval, moeten we er rekening mee houden dat we er nog niet echt vanaf zijn. Dat wil zeggen dat er nieuwe varianten zullen komen die zelfs in de zomertijd kunnen spelen. We zien in verschillende landen in de wereld, en dan praat ik niet over Korea, Noord-Korea, maar dan praat ik ook over Europese landen, maar ook elders zien we toch weer dat de golven optreden, zelfs in de zomer. Uit Zuid-Afrika komen dus een aantal van de nieuwe varianten en we zijn daar voorlopig nog niet vanaf. En de verwachting is dus dat, zeker in de winterperiode, dat we daar problemen mee zullen krijgen. Maar ik denk ook dat we in de zomer wel degelijk, dat er wel degelijk sprake kan zijn van golven die weer optreden. En in hoeverre zullen we daar dan dus ook weer opnieuw last van hebben? Met maatregelen, mogelijk ook weer verscherpingen hier en daar. Wat verwacht u? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat in ieder geval de mensen in de risicogroepen, dat die zich laten vaccineren, dat die dus een booster gaan halen. Er komen binnenkort natuurlijk ook de vaccins die ook tegen Omicron gericht zijn. Ik denk dat het allerbelangrijkste is op het ogenblik, dat we die vaccinatiegraad zo hoog mogelijk houden, om ervoor te zorgen dat met name de mensen in de risicogroepen, dat die minder ziek worden en dus en dat er daardoor ook minder ziekenhuisbelasting zal ontstaan. Ja, ik kan me alleen zo voorstellen dat het qua draagvlak inmiddels minder is dan in de afgelopen tijd hebben gezien. Is er überhaupt een strategie bekend, wat u weet? Nou, kijk, we weten dat er periodiek luchtweginfecties optreden, met name in de winterperiode. En de strategie daarbij is eigenlijk dezelfde zal dat zijn als voor influenza. Mensen vaccineren op het moment dat die golven weer verwacht worden. En dat is met name in de winterperiode. En op den duur zal dat wel het beeld zijn. Maar het zal best kunnen zijn dat we nu zelfs in de zomerperiode nog wat meer uitbraken gaan krijgen. Alleen, is het dan ook zo dat onze regering daarop is voorbereid? Ik begreep dat er bijvoorbeeld laatst de coronawet uiteindelijk toch weer uit het geheel is gehaald, zeg maar. Ja, dat klopt. Nou, voorbereiding op een pandemie is één ding, maar we gaan nu een epidemische fase in. Dat wil dus zeggen dat virus blijft circuleren, dat komt telkens terug. En daar moeten de ziekenhuizen op voorbereid zijn. Dus aan de ene kant praat je dan over dit SARS-coronavirus 2, wat nog steeds rondgaat en problemen blijft veroorzaken. Maar ik denk dat wel degelijk ook heel erg belangrijk is dat we een lange termijn strategie hebben voor het eventueel optreden van weer nieuwe pandemieën. En die gaan ongetwijfeld ook komen. Maar ik denk dat waar we nu tegenaan kijken is eigenlijk toch wel de staart van de pandemie. En dat wil niet zeggen dat het helemaal verdwenen is. We zullen dus wel degelijk weer te maken krijgen met golven van ziekte. En nogmaals, vaccinatie is daar het allerbelangrijkste middel tegen. Oké, bedankt voor de toelichting, meneer Osterhaus. Graag gedaan. Gehouden met mogelijk nieuwe coronagolven? Nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, we hopen natuurlijk allemaal van niet, maar in alle eerlijkheid, hetzelfde met griep of zo, dat is ook niet weg. En zo zie ik dit ook. En ik hoop overigens dat wat ik hoor, dat we niet inderdaad weer in een lockdown situatie moeten gaan komen. Maar toch heeft echt helemaal niemand zin in. En tegelijkertijd, het virus is ook niet weg, we weten dat ook. Ja, ja. En toch bekruipt mij een beetje het gevoel van, oh, we waren er toch vanaf. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En dat we een beetje de kop in het zand hebben gestoken. Ja, dat ook wel hoor. Het was voorspeld dat we met golven dit weer terug zouden krijgen. Het gaat kennelijk van een pandemie nu naar een epidemie. Maar wat nieuw is, tenminste voor mij althans, is dat we dus deze zomer ook bedreigd worden door mogelijk nog de staartjes van, dan wel een nieuwe opflakkering van het virus. En die mutaties ervan. Hè? En die mutaties, ja. Precies. Ja. Jij zegt net ook terecht van dat er geen rekening mee. Maar waar merk je het nog aan nu?
dat we met de corona te maken hebben echt nergens aan, toch? Nee, omdat natuurlijk alle maatregelen zijn afgeschaald. En misschien dat we daar dus veel sneller weer aan moeten gaan geloven dan we nu vermoeden. Hield jij er dan dus ook geen rekening mee dat het terug zou komen? Ik merk bij mezelf dat het echt heel snel wegzakt. Ik moet af en toe nadenken. Dit schooljaar, hebben ze toen nog thuis gezeten of niet? Dat is heel raar. Dat slaat nergens op, weet ik ook wel. Maar het lijkt een hele rare boze droom die alweer heel lang geleden is. Ja, die misschien dus even terugkomt. Kop in het zand steken, zo kan je het noemen. Maar gelijk, dat willen we toch allemaal? Dat we dat gewoon even niet meer daarover Nadenken. Even niet. Nee. Ja, nou, daar zullen we het er dan even bij laten nu.